is al een bijzonder warm najaar geweest, dus winterbanden is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt. Maar ze kunnen misschien toch wel hun nut bewijzen de komende maanden. Steve, onze bandenexpert, vertel eens, ja, onze winters zijn dermate mild geworden. Is het nog nodig om geld uit te geven aan winterbanden? Maar eigenlijk wel, hè, want het is een misvatting dat winterbanden pas nuttig zijn als het sneeuwt of ijzelt. Maar eigenlijk is de algemene consensus dat als de temperatuur onder de 7 graden daalt, dat die specificaties van die winterbanden echt wel nuttig zijn. En dan denken we aan een zachtere rubbersamenstelling, een ander profiel dat beter in staat is om het water weg te voeren en speciale lamellen die hun nut hebben voor de grip op sneeuw of ijs. Oké, maar je hebt dus winterbanden getest. Hoeveel waren er dat? En hoe ga je precies te werk bij zo'n test? We hebben twee maten getest, twee verschillende maten. En gezegd winterbanden, dus uiteraard zijn we op zoek gegaan naar winterse omstandigheden. En dat doen we in het noorden van Finland. Maar we hebben ook testcircuits op nat en droog wegdek. En daar gaan we eigenlijk kijken vooral naar de remafstand. Maar we hebben ook zaken als de grip, acceleratie, aquaplanning. Maar we meten ook het lawaai, we kijken naar de slijtage. Ja. En we gaan de invloed na op het verbruik. Nu, die veiligheid is natuurlijk wel belangrijk. En dan denk ik in het bijzonder aan de remafstand. Mm-hmm. Daar waren grote verschillen te noteren. Hè? Ja, dus als we als voorbeeld nemen de remafstand op nat asfalt van 80 km/u naar nul, dan zien we dat een model van Bridgestone er heel goed uitkomt met een remafstand van 36 meter. Het slechtste van de test heeft maar liefst 11 meter meer nodig. En dat is best wel indrukwekkend. Om het met een ander cijfer te zeggen, die Bridgestone, de wagen met Bridgestone-banden, die staat stil. En de wagen met de Van Lee-banden rijdt op dat moment, houdt u vast, nog 40 km/u. Dus eigenlijk dat is een kwestie, dat is een verschil van leven of dood. Of dat kan een verschil zijn van leven dus of dood. Dus het verschil tussen geen ongeval of best wel een zwaar ongeval. Ja, dat is echt wel gigantisch. Ja, ik zou zeggen voor mijn auto dan de Bridgestone-banden. Ja, toch niet, want de algemene kwaliteit van een winterband hangt natuurlijk af van al die verschillende criteria. En dat moet je allemaal samenleggen om dan de beste band te kiezen. Als voorbeeld, die Bridgestone-band heeft een verwachte levensduur van 30.000 kilometer. Ja. We zien dat er veel andere banden makkelijk 40.000 kilometer of meer halen. Dus ja, wat is dan eigenlijk de beste koop of de beste van de test? Wel, ik zei het al, heel veel criteria, heel veel banden. Misschien is het best om eens rustig na te lezen op onze website, want daar hebben we een heel schoon overzicht gemaakt. Voilà, dan ga ik dat zeker doen als ik winterbanden op mijn wagen wil plaatsen. Wil jij ook de juiste keuze maken voor winterbanden? Bekijk dan zeker eens de resultaten op onze test en dat kan via deze link.